AEW weet een projectcanvas is en waarom je deze niet moet gebruiken, kijk dan verder. Hi, welkom. Mijn naam is Alexander Martis. In deze serie video van Business Model Canvas ga ik verschillende canvas uitleggen. Ook ga ik je een aantal model canvas geven die je kan gebruiken om jouw business model vast te stellen voor jouw idee, onderneming of project. In deze video ga ik het hebben over project canvas. Ik ga je laten zien wat de Nederlandse versie ervan is en wat de Engelse versie is. En waarom je deze niet moet gebruiken en wat je wel moet gebruiken. Ben je nog niet geabonneerd op deze YouTube kanaal? Doe het gewoon nu. We gaan nu even verder. Hier heb je project canvas. Het ziet er volgens zo uit. En wat interessant is van dit project canvas is, je moet het gewoon even precies kijken wat elke blok precies betekent. En je hebt een aantal vragen dat je moet stellen. En volgens die, aan de hand van die vragen kan je project realiseren. En je kan gewoon je project in kaart brengen. Het is allemaal heel leuk en aardig, maar ik heb een aantal bezwaar tegen project canvas. En daar ga ik nu even een beetje uitleggen, maar ik ga even een beeld geven van wat het precies is. In de eerste drie blokken zie je opdrachtgever, belanghebbende en projectteam. Dit zijn de mensen die betrokken zijn bij het project en voor wie het bedoeld is en wie het gaan uitvoeren. In het middelste stukje heb je vier blokken en één cirkel. Daar ga je de vraag beantwoorden, wat is het precies? Dus met andere woorden, wat zijn de problemen, uitdagingen, doelstellingen? Waarom wil je het project uitvoeren en hoe ga je dat afbakenen? Dus wat ga je precies doen en welke resultaten wil je uiteindelijk behalen? Dus dat is het middenstukje. In ons gedeelte zie je tijd en geld. Daarbij ga je kijken van welke middelen heb je nodig om het te realiseren. En in het bovenste gedeelte kijk je weer naar waar binnen. Dus welke voorwaarden of welke kwaliteit wordt ga je product of dienst leveren. Allemaal heel leuk en aardig. Maar mijn vraag aan jouzelf is, als je een project gaat realiseren, hoe weet je wat de randvoorwaarden zijn en hoe weet je wat de kwaliteit is voor de gebruikers of de doelgroep? Dat staat hier niet in. Hoe ga je projectmanagement? Dat is hier niet beschreven. Maar we gaan even naar de laatste drie blokken. En bij de laatste drie blokken gaat het meer van hoe ga je het aanpakken? Dus wat ga je precies doen? Wat zijn de risico's? En van wie ben je afhankelijk? Allemaal heel leuk en aardig. Maar nergens in de canvas staat hoe ga je dat management? En waarmee ga je dat management? En wat interessant hierbij is dat als je subsidie aanvraagt of je vraagt ergens een fonds, dan vragen mensen altijd de duurzaam. Hoe ga je dat management? Hoe kan je iets managen als je dat niet al mee kan nemen in jouw plan? Ik vind dat bij elke idee of onderneming of een project, dat je daar een business model aan moet koppelen. Want zodra het object of in ieder geval, zodra het idee of business of het project zelf kan onderhouden, dan lever je dat minder hoofdpijn. Dit is mijn bezwaar met het project Canvas, die kan niet echt een business model eraan koppelen. En dat kan je bij het begin niet, dus daarom gebruik ik dit niet echt. Maar je mag het ook gebruiken. Als je vragen hierover hebt en je wil weten van hoe je jouw project kan realiseren door middel van dit, kom niet naar mij toe. Zo simpel is het. Ik kan me vragen stellen erover, maar kom niet naar mij toe als het gaat om project canvas. Ik denk dat je het anders kan aanpakken. Ik ga je nu even de Engelse versie laten zien. Dus we zijn met Canvanizer, dus je hebt de Engelse versie. En de Engelse versie komt op hetzelfde neer. Dus je hebt de deelnemers, je hebt de doelstelling, gebruikers, voordelen van de gebruikers, activiteiten en deliverable, wat ga je uiteindelijk leveren, risico's, mijlpalen, dus hoe bepaal je of je bepaalde doelstellingen hebt gehaald en wanneer meet je dat, en beperkingen en toepassingsgebieden, dus waar ga je dat realiseren. Op zich komt hetzelfde neer, alleen maar anders verwoord. Heel leuk en aardig, maar ik zou niet zo snel gebruik maken van een project canvas, ook al is het puur om vast te stellen van wie wat moet doen in het project. Zodra een project geen business model canvas heeft, begin er niet aan. Dat is mijn advies aan jou. Zonder een business model kan een project zichzelf niet onderhouden. Dus ik heb je laten zien wat een project canvas is en waarom ik geen gebruik van maak. Waar ik gebruik van maak is een business model canvas. Daarin geef ik precies aan, als ik een project ga realiseren, dan heb ik dit en dat nodig. En het project moet zichzelf kunnen onderhouden. In de andere video laat ik je verschillende business modellen zien. En ga je laten zien welke business modellen je kan gebruiken en hoe je dat kan gebruiken. Ook laat ik je zien hoe bepaalde ondernemingen dit gebruiken. Heb je vragen of andere dingen? Laat me hieronder weten in de comments. Ben je niet met me eens? Laat me hieronder weten waarom je niet met me eens bent. In de volgende video gaan we het hebben over Lean Canvas. En ik ga je precies hoe je dit heel goed kan gebruiken. Tot in de volgende video.